We zitten hier in de muziekkamer van, nou ja, laten we even zeggen, Voice Senior winnaar. Hij is veel meer dan dat, Henny Thijssen. Samen met zijn zus Wilma Landkroon. Omdat zij, nou, de aanleiding is omdat ze samen een duet hebben opgenomen, een tijdje geleden. En die is recentelijk gelanceerd. Ik ben natuurlijk benieuwd naar het duet, maar ik ben ook heel benieuwd naar Henny, Wilma, hun onderlinge relatie en wat dat duet eigenlijk over hun leven zegt, voor zover dat kan in een goed gesprek. Henny. Een goed gesprek wordt het niet, hoor. Nee, ben je bang voor niet? Maar we zullen ons best doen. Zullen we proberen? Ja, maar niet de rare vragen stellen. Ja, ik heb geen idee welke vraag ik ga stellen, maar hij neemt meteen het woord, Wilma. Ja, dat hoort ook zo. Vind ik wel fijn. Ja. Vind het wel fijn? Ja. Een beetje, jij iets meer van de achtergrond? Ja. Terwijl, het begon bij jou natuurlijk ongelooflijk stormachtig. We hebben het over een vorig leven, heel lang geleden. 100 jaar geleden. Nou, iets korter, denk ik. Nou, wel 50 jaar geleden. Maar jij was wel de eerste van jullie tweeën die echt roem vergaarde. Ja. In no tempo. Ja. En toch is Henny op een gegeven moment een beetje de grote mond geworden in het gezin. Ja, maar altijd eigenlijk al geweest. Maar nou komt het wel helemaal tot zijn goed recht, Tot zijn goed recht. Maar goed dat je dat erbij zegt. Hé, maar jullie hebben samen een duet opgenomen. Ik kan me herinneren dat jij dat vertelde een tijd geleden, dat je dat wilde gaan doen. Ja. En jij wilde ook meedoen, Wilma. Ja, ik vind het nu hartstikke leuk ook. Maar toen Henny met het, want misschien even, want van wie kwam dat idee? Van mijn broer. Ja, dat was ik al bang voor natuurlijk. Ja. Van Henny. Maar toen Henny jou belde en zei van Wilma, zullen wij samen een duet opnemen? Wat dacht je toen? Ja, eerst dacht ik, ik zei van, dat kan ik helemaal niet meer. Ik denk dat ik dat helemaal niet kan. Omdat ik dus ook mijn gezondheid iets minder was natuurlijk. Dus ik denk, nou, dat lukt helemaal niet. Vanwege je stem of vanwege alle drukte die het met zich meebrengt? Ja, of, nee, gewoon, ik was ook niet op mijn gewicht en zo. Nee. Dus dat telt natuurlijk allemaal mee. Ze werd ziek ook nog tussendoor. Ja. Dus daar hadden we eigenlijk het liedje al opgenomen. Ja. Ja, dat was nadat je de opname. Maar ik zit even daarvoor, hè, toen Henny kwam met die. Ja. Ik heb hem, want je had een liedje geschreven. Nee, ik heb haar gevraagd, zullen we een afscheid van je carrière, zullen we daar nog iets aan doen? Ze zei, ja, nou, ik weet niet of we dat gaan doen. Ik zei, nou, we gaan een duet doen. Ja, dan zei, nou, oké, dat wou ze wel. En het liedje moest nog geschreven worden. Ja. Maar ze zei, ja, mijn stem is natuurlijk niet meer wat het geweest is. En mensen die verwachten misschien heel wat anders van mij. Ja, we gaan gewoon de stoute schoenen aantrekken. We gaan gewoon proberen weer wel. We gaan gewoon proberen dat het gaat lukken. En zo is het gekomen, zeggen ze dan. Ja. Nou. Ja. Maar waarom wilde je dat zo graag, Henny? Dan ga ik toch even naar jou. Nou, omdat ik het heel erg lullig vond dat haar carrière, wat wel echt heel groot is geweest, ze heeft nog heel veel fans. Dat ik dacht van, nou, dat gaat als een nachtkaarsje, gaat het uit. En ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Je maakt er nu een geintje van. Ja, maar zo is het wel. Ja. Ik denk van, nou, er moet nog een keer wat gebeuren. Of het nog groot gaat worden, of dat het... ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Ja. Ook tegenover haar. Ik voelde me een beetje verplicht daarover om dat te doen. En de spontaniteit, hoe het gebeurd is. En de herinneringen, wat ik er nu al aan heb, die zijn al heel bijzonder. En dan bedoel je de herinneringen aan het maken van het liedje met z'n tweeën? Ja, van het liedje, het opnemen in de studio. We hebben het ook heel raar opgenomen, omdat haar stem dus vrij laag was. Konden we haar niet de tweede stem erbovenop doen. Die tweede stem die moest onder, maar ik moest me aanpassen aan haar tweede stem. En gelukkig was ze muzikaal genoeg dat ze de tweede stem in kon zingen zonder de eerste stem. Dus ik heb mijn eerste stem aangepast aan haar tweede stem. Ja. Dat is heel apart. Ja, en heel mooi geworden toch. Ik vind hem heel mooi geworden. Ja, jij bent er zelf. Ja, ik vond hem gelijk al mooi, het liedje, gelijk. En wat maakte het zo mooi? Ja, ik denk ook dat we dat samen doen ook. En dat het toch wel onze stemmen gewoon toch wel heel mooi bij elkaar passen. Mm-hmm. Ja, die bepaalde emotie. Ja, dat is het. En het was echt emotioneel ook. Ja. En toen dat het erop stond, toen zijn die met heel erg emotioneel. Ja, dat ben ik altijd. Ja, je bent op zich natuurlijk een vrij eenzaam. Ja. Maar jij geeft ook aan Wilma dat het emotioneel was. Wat maakte het emotioneel? Nou, gewoon. Ik weet het niet eigenlijk. Gewoon dat moment was het. Het lukte wel, maar bijna niet. Dus, die breekbaarheid was zelfs heel mooi. Ja. Nee, ik heb het liedje inmiddels natuurlijk
Een heel aantal keren gehoord, ook de videoclip gezien. En er zit inderdaad een breekbaarheid in jouw stem die prachtig is. Ja. Ja. Je hoort de jaren er doorheen. Zeg maar. Ja, ja, ja. Zoals Leonard Cohen dat op het laatst had. Ja, ja, ja. Die vergelijkbaarheid vind ik wel heel erg treffend. De hoe het leven is geweest, dat je kunt horen aan de klankkleur van de stem. Ja. En niet alleen wat je vertelt, maar ook de manier van hoe je stem dan klinkt. Dan moet je heel erg geleefd hebben, wie je zo klinken. Nee, maar dat ik denk dat je daar gelijk in hebt. Als je 21 bent, dan lukt dat niet. Nee. Maar dat is ook wel een beetje de gelaagdheid van het liedje. Onze Liefde heet het, hè? Ja. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, een hele zoetsappige titel. En tegelijkertijd is het niet een zoetsappig liedje geworden. En dat is volgens mij ook omdat die gelaagdheid daarin zit. Ja. Het is niet alleen de tekst van het liedje, maar het is ook wat je voelt gebeuren tussen jullie. Ja. Broer en zus. Ja. Ja. Ja, zo is het ook. Ik moest natuurlijk wel een bepaalde lading geven, het liedje. Omdat het... dat werd gewoon gevraagd om dat zo te doen voor mezelf. Maar ook tegenover haar. En kijk, muziek is altijd heel erg belangrijk geweest voor ons. Alleen, waar zij van hield en waar ik van hield of wat wij maakten, dat was heel erg apart. Ik maakte niet de muziek wat zij, wel voor anderen, maar niet voor mezelf. En we moesten wel in het midden blijven dat het ook wel een beetje mijn dingetje was. En ook haar dingetje. Dus ik bedoel, en dat is een manier van... Wat was het verschil tussen wat jullie maakten? Ja, jullie carrières lopen ook niet parallel. Nee. Die van jou was voorafgaand aan die van Henny. Henny is al begonnen met hardrock, hè. Ja. Dus dat is altijd heel dat verschil. Ja, ja. Ja, ik dacht ik altijd wat een tering Henny is. maar daar ging ik wel mee kijken natuurlijk. Ja. Mijn moeder ook? Mijn moeder ook, ja. En dan zat ze vooraan en mijn moeder die zat met de oren dicht. Ja. Hey, ja, want jij maakte hard rock. Ja. En jij was, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het altijd een beetje een rot woord. Kindersterretje zeggen we dan altijd. Maar zo was het wel. Zo was het wel, hè? Ja. En dan begin je dus met Handje Bouw en Slotfamilie. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zijn richting. Vroeger al niet. Maar hij vond het natuurlijk leuk, omdat dat ik dat zong natuurlijk. Ja. Maar verder niet. Dus dat het nou zo, dat dit liedje eruit is gekomen, zeg maar, dat heeft hij wel heel mooi gedaan. Toch? Ja, ja, vind ik ook. Ja. Ik vind het heel geslaagd. Ja. Als de mensen de lading weten wat erachter zit, en ze kennen een beetje het verhaal over haar leven en mijn leven, dan zouden ze het wel heel erg mooi kunnen vinden. Ja. Zo zeg ik dan, hè, erbij. Nou ja, we zitten hier een klein beetje om iets meer van dat verhaal, denk ik, tenminste wat mij betreft, toe te lichten. En ja, jullie moeten ook maar zeggen wat je daar zelf wel en niet van vertellen wil. Want het geldt voor jullie allebei. Natuurlijk een veel bewogen leven gehad, dat kan je wel zeggen. Ja, ja, ja wel. Ja. Ja. Maar ook niet, jullie zijn broer en zus en je voelt aan het liedje en je ziet ook in het liedje. En ik heb ook achter de schermen hier natuurlijk wel eens gezien dat er echt een hele warme band is tussen jullie. Ja. Is dat altijd zo geweest? Of, want jullie zijn niet altijd samen opgegroeid. Nee, helemaal niet. Maar een band wel. Ja. Een band is er wel altijd geweest. Ik was vroeger kwam ik hem dus bezoeken in een kinderthuis. Eén keer was ik, geloof ik, een jaar of zes. Ja. Dat ik hem voor het eerst ontmoette. Toen was jij zes? Ja. En ja, jullie schelen 5 jaar, dus je was een jaar of 11. Ja. Dus dat was de eerste keer. En in de schoolvakanties kwam hij dus wel bij ons. Maar ja, later zijn we elkaar toch een beetje uit het oog verloren. Ja. Dus toen ben ik rond gaan bellen. Maar mijn broer eigenlijk. Die wist gewoon ook echt niet waar die uithing? Nee, dat wist ik niet. Want hij is ook nog gaan varen en zo, al die dingen meer. Nou, daar heb ik gebeld en toen kwam ik dus bij de familie Mes terecht in Amsterdam. En dan werkte hier toen als etaleur, geloof ik. En toen belde ik van, ik ben hier. Dus toen kwam hij er gelijk aan en toen was ik een jaartje of 15. En toen zijn we eigenlijk altijd in elkaars leven gebleven, zeg maar. En toen zijn we naar Enschede gegaan en vlak daarna ben ik ook naar Enschede gegaan. En dan hebben we het over de jaren. Ja, dat moet je niet vragen. Nou, nee, maar 14, 15. Jij was 15. Ja, en ik was 20. Ja, een jaar of 20. Ja. En toen kwamen we ook nog toevallig. Zij ging al heel vroeg uit huis. 15 jaar. En ik had een kamer. En zij had een kamer ernaast. Ja. Maar dat was super gezellig hoor. Ja, ja. Ja. Maar dat is in diezelfde periode geweest. Ja, toen we in Enschede net waren. Ja. En toen had je hier, want jullie zaten op kamers. Hoe werkte dat? Wat was dat? Nou, we waren dan een buren gewoon. En Henny had dus gewoon een baan.
En ik had dus af en toe mijn zingen nog. En dan vrijdags kwam hij in huis van zijn werk. Ja. En dan maakten we er een feestje van. Mijn zusje Reinie erbij en dan gingen we muziek maken gewoon. Het was altijd samen muziek maken. Ja. Ja. Maar we heel even een stapje terug doen. Hè? Want de periode dat jouw ster nou razendsnel opkwam. Ja. Een liedje binnen een week vijf keer platina of vijf keer goud geloof ik. Ja. En toen is het losgegaan, rollercoaster. Ja. Die periode heb jij helemaal dan niet bewust meegemaakt. Nee. Wel van een afstandje? Of zat jij in Timbuktu? Ja, in nee, schip, ja, zoiets. Ja, ik zat gewoon in Timbuktu. Ja, ik zat ook, maar ik was niet bewust bezig met haar carrière, maar ik hoorde wel heel veel dingen natuurlijk. Wat dacht je toen? Ik, dan zit je heel ver weg en je zus maakt een bliksemcarrière. Ik had gewoon dat contact op dat moment niet. Dus ik, maar wat doet dat met je dan? Kan je dat nog herinneren, hoe dat dan binnenkomt bij je? Als... Nee. Het is toch je zus? Ja, maar ik... Een vrouw klom met een zeiltje, vond die heel mooi. Ja, het ging over het varen natuurlijk. Ja. Klom met een zeiltje. Maar in ieder geval... Dat is even die hits uit die tijd. Ja. Maar in ieder geval, ik had niet... Ik accepteerde zoals het was. En het was niet zo dat ik denk, gaat verdomme nog toe. En af en toe bezocht ik ze nog wel en was het even leuk of zo, maar... Het was niet zo dat ik daar mee zat, dat ik niet in de familie... Zij ging haar eigen ding doen en we waren altijd blij voor elkaar zagen. En op een gegeven moment gingen we allebei terug naar Enschede. En toen gingen we dus vrij veel met elkaar om. En eigenlijk is dat de periode geweest waarin er echt serieus contact tussen jullie weer was. Ja. En waarop de band een beetje is gegroeid. Ja, daarna ging ze trouwen. En toen was ik 18, hè? Ja, was je 18, was een paar jaar daarna. Ja. Ja, en ik werkte samen met haar ex-man. We werkten samen in de bouw. Dus dat was ook weer in een familie natuurlijk. Ja, dus we hebben nu schippers, ik wou zeggen schipper, maar zeeman. Ja. Bouwvakker. Bouwvakker, ja. Ik weet dat je bokser bent geweest. Nou, ik heb maar ik ben niet zo'n bokser geweest hoor. Maar ik heb wel een paar, maar ik heb wel hard getraind altijd. Ik heb ook met gewichten wat gedaan. Ik ben tweede geweest bij het Nederlands kampioenschap en multipower. En ik wou graag trainen, dat vond ik hartstikke mooi. Maar ik was niet echt een bokser dat je kon zeggen van nou dat ik daar een naam achter aan wil geven. Nee. Maar goed, want, dan krijg ik straks verstrijden, dan krijg ik nog een potje klappen, daar heb ik niet zoveel zin in. Maar het op zich toch wonderlijk, want muziek is van huis uit bij jullie maar thuis altijd. Ja, maar dat pap leek al ingegoten. Ja, en tegelijkertijd, jullie hebben pas veel later, nou ja, dat je elkaar heel veel zag. Ja. Jullie zijn nooit in een gezin samen, in de gezinssituatie geweest? Nee. Dus de contacten bestonden uit soort van, je wist dat je bestond van elkaar en zo af en toe zag je elkaar, maar daar was het ongeveer. Ja, maar de band lag meer aan hoe wij dachten en hoe wij voelden en hoe we konden lachen en de humor wat er was en wat wij mooi vonden aan de muziek. Ook al was dat niet altijd, de emotie wat in de muziek zat, die werd altijd ondervonden van ons allebei, dat we iets heel erg mooi vonden. Maar waar komt dat vandaan? Want bedoel, het is niet iets wat jullie gezamenlijk hebben beleefd, in een soort van, in een gezin rond het orgel altijd samen zong of zo, dat was er helemaal niet. Maar toch hebben jullie allebei de muziek-DNA. Ja, hoe is dat bij jou? Mijn vader die was dus heel erg muzikaal en zijn vader dus ook. Dat waren twee broers. En die zongen vroeger altijd al samen. Ja. Dus dat het bij in de huiskamer? Ja. Zeg maar, of in de kroeg. No. Dus dat zit er al, dat zit er al in. Ja. En dat het dan zo, dat het heeft raakvlakken. Ja. Het heeft raakvlakken. Ja, nou. Maar ik zit even te denken, Henny, want jouw vader was, jullie beide vaders waren broers en waren heel muzikaal, die zongen samen. Dat heb jij thuis meegemaakt, familiefeestjes in de kroeg, daar gingen die twee broers samen zingen en op een gegeven moment deed jij mee. Ja. Maar dat heb jij nooit meegemaakt. Nee, maar op latere leeftijd heb ik het nog wel meegemaakt. Toen ik in Enschede op vakantie kwam, als ik dan hier vanuit huis, dan heb ik dat wel gezien, heb ik wel meegemaakt. En ik heb echt meegemaakt, ik kan me die stemmen nog heel goed herinneren, ik kan me de liedjes nog goed herinneren, wat. Misschien nog wel beter dan haar. Maar ik vond het heel bijzonder. Ik was helemaal gek van muziek. Alleen ik deed er nooit wat mee. Nee. En het kwam ook misschien omdat ik dacht van dat is een hobby. Dat is niet echt om een beroep van te maken. Dat ze erin gerold is en in één keer dat zo'n status kreeg en dat er zoveel verdiensten aan zaten. Dat het zo'n, wat kreeg, dat is iets wat was me totaal vreemd. En toen ik bij pleegouders zat, die waren boer. En boeren die zeiden meestal van, je moet ook boer worden, weet je wel. Ja.
En dat strookte totaal niet met wat ik... Ik kon geen koe meer zien op plaats. Ik bedoel, met 15 jaar ben ik... Nee, ik kan me voorstellen dat er aan jou nou niet direct een goede boer verloren is. Ik vond het gelukkig niet. Maar ik bedoel... En ik vond de manier hoe ze met dieren omgingen, dan mogen ze best weten, boeren. Dat is niet altijd wat ik even leuk vind. Ik bedoel, ze hebben zogenaamd gek met dieren. Nou, ik heb heel wat anders gezien. En dat vind ik heel, heel erg. Maar die bestaan wel gek met dieren. Nou, ik heb er nou nog... Nachtmerrie trauma's van. Hoe de boeren met dieren omgingen, hoor. Dat mag je best weten. Hm. Totaal geen hart voor zijn uitzonderingen natuurlijk. Ja. Maar die boeren die ik ken, waar jij opgegroeid bent. Die dieren die waren gewoon des handel voor hun. En dat stuit hem heel erg tegen de borst. Maar voor de rest kun je wel goede mensen weer hebben. Ik heb wel een goede tijd meegemaakt. Maar alleen de omgang met dieren, dat vind ik van heel erg. Ja. Maar als we even teruggaan naar de muziek. Jij zegt, ik heb het altijd met me meegedragen, ook muziek. Ja. En dat is ook een beetje van de momenten dat je dan in het gezin was waar Wilma ook zat. Ja, maar toen ik daar was met mijn pleeghouders, zat ik ook in een bandje. Speelde ik ook wel mee en probeerde ik ook wel muziek te maken. Maar dat werd altijd gezien als van, ja jongen, wat doe je? Zoek jij maar leuke een hobby op zijn bed. Zoek maar een vak, zeggen zij dan. Ja. Hebben ze dat tegen jou ooit gezegd? Nee, mijn vader stimuleerde dat juist heel erg. Het zit in de familie. Nou, sterker nog, alles ging aan de kant voor jouw carrière. Hè? Bedoel, ik zag ergens in een interview dat je in een schooljaar, was je drie keer in de school. Bij de introductie en ergens halverwege nog een keer met een klasseavond. Ja. Toch? En dat is letterlijk zo. Hè? Ja, dat is echt zo. Ja. In het begin, het was te gek. Ja, toen kon dat allemaal nog. Dat je kunt lezen en schrijven überhaupt. Ja, dat kan ik gelukkig wel. Ja, want je was 11 toen het begon. Ik bedoel, dan zit je echt, de zesde klas. Ja, ik heb het drie keer gedaan dus ook. Ja. Drie keer. Ja, het was gewoon heel veel optreden. Allemaal aan één toer optredens. Ja. Heel veel gedaan. Gisteren vroegen ze me nog hoe vaak als ik Lieve Opa had gezongen. Nou, ik zou het niet weten hoe vaak. En die liederen allemaal, dat weet ik niet, zo vaak gezongen ook. Het was echt bijna elke avond dus door het kwam land. Als meisje van 11, 12, 13. Ja. En vaak alleen ook, hè? Ik bedoel, we gaan het niet, volgens mij is dat ook echt wel bekend inmiddels. De meeste mensen weten dat. Maar dan ging je als klein meisje, werd je alleen op de trein gezet. Ja, dan was ik al ietsjes ouder ook. Maar dat moest dus wel. Dan moest je dus toch gewoon alleen doen ook. Ja. Bizar toch? Ja, dat bizar. Ja, dat is heel jammer. Ja, dan neem ik de mensen van die tijd heel erg kwalijk. Maar dat heb ik heel lang meegedraaid. Ik heb heel lang gescholden op al die verhuren. Maar dat ga ik nou niet meer doen. Ik ben inmiddels wel een beetje kwijt. Nee. Maar ik bedoel, wat heb ik ze gehaat allemaal. Maar ja, ik denk, hoe kun je nou in godsnaam zo met iemand omgaan? Hè? Dus, dat zijn we inmiddels, is dat allemaal achter de rug. Ja. Nou, we ons nou kijken wat het nou allemaal wel leuk is in het muziekvak. Ja. Dus ik bedoel, jammer genoeg is er niet verder gegaan en heeft dat wel in de weg gestaan in de rest van haar carrière natuurlijk. Ja, die negatieve ervaringen. Er was geen zin meer, totaal geen zin meer. Dat was het echt? Je had gewoon als zin op straat liep en dan kwam je me naartoe, ben jij Wilmers? Dus nee, ben ik niet. Serieus, was dat zo? Ik vond het heel vervelend vroeger ook als ze de deur kwamen voor foto's. Dan stuurde ik mijn zusje altijd naar buiten. Ging ik wel handtekening zetten, dus doe jij dat maar. Want die vond dat prachtig. Die nam het ook mee naar school om het uit te delen en zo. Die vindt dit vak helemaal geweldig. Ja. Nog leuker als wij eigenlijk. Tenminste, We hebben heel lang gezongen. We zijn er ook mee opgehouden weer door omstandigheden. Ja. Dat is jammer. En heel veel mensen in de familie die heel goed kunnen zingen. Wie niet eens durft op podium te staan. Nee, maar dat heb jij ook een tijd gehad. Ik durf het ook niet. Nee. Maar dat, heb jij dat... Ja, ik weet niet, ik probeer me voor te stellen. Bij een meisje van 11, je weet eigenlijk niks van de wereld nog. En dan ineens word je meegenomen door een stroom van roem. Ik had een lef van Henny, weet het nog wel. Ik heb me kapot geschaafd. Ja. Vertel. Ik wil het even voorstellen, want die begon. Nou, dan stond ik op de glijbaan of zo. En dan ging ik op de glijbaan en dan ging ik staan te zingen. En ik zat er dan naast en ik schaam me heel kort. Je vond het gênant? Ja, vreselijk. Ja. Ik moet nou zo in de blank zijn staan. Dan ging ze op de glijbaan staan en zei ze... Nee, wat erg. En dansen. Zo ging ik in de dansen. Ja.
Dus dat lukte allemaal wel. Het is meer die tijd daarna, als je ouder wordt. En je moet dus alleen. En je moet dus, zeg maar, die liedjes allemaal. Er komt niks nieuws bij. En je zit steeds op die oude liedjes steeds. En iedere keer. En dat gaat je zo tegenzitten. Als je dat, en helemaal als je dat 3 keer op een dag moet doen. Want je had dus soms wel 3 snabbels op een dag. Dan dat is best wel veel. Dus dat begrijp ik het wel, dat het dan je neus uitkomt. Ja. Zonder enige begeleiding. Ja, dat ook. Ja, en financiële... en je hebt er geen cent aan overgehouden. Nee, maar het financiële voordeel als klein kind merk je niet. Nee. Dat er dan een bankrekening wordt, dat denk je, ja, het zal wel goed wezen. Ja. En dat bleek dan de tijd dus ook niet te kloppen. Maar in ieder geval, op dat moment het bewust worden van waar je het voor doet, is ook niet aanwezig. Ja. Het viel me op, Wilma. Ik heb even een paar oude interviews teruggekijkt. Nou, trouwens, niet eens zo heel oud. De laatste was in 2014, 2015 geloof ik. VPRO, dat is toch wel een tijdje. Maar ook eentje daarvoor. Nou, en we hebben elkaar een week of wat geleden ontmoet. En er is een soort zachtheid in je uitstraling nu die ik in die filmpjes niet terug zat. Dat voelde nog wel echt van, er zat ook wel gewoon nog boosheid over alles wat er toen mis is gegaan. Heb ik dat goed gezien? Of? Nou, dat weet ik niet, want ik weet ook niet welk interview je het nu over hebt. Maar ik weet wel dat ik nu. Anders dan ik. Ja, dat ik denk van ja, dat heb ik ook allemaal geen nut. Mm. En het is nu leuk wat we doen. Ik vind het hartstikke leuk als we samen op pad gaan. En nou, dan maken we een leuk dagje van gewoon. Ja. En dan vind ik het helemaal niet. Dan vind ik het hartstikke leuk om een interview te doen. Daar had ik vroeger ook een bloedhekel aan. En dat is allemaal alweer veranderd. Ja, maar het is toch een soort, ik zie het ook wel een beetje aan je gezicht. Het is echt het verleden. Ja, dat is echt het verleden. Maar over die tijd toen ze in die toestand zat. Die was al niet leuk, hoe ze zich voelde. En dan moest ze ook nog zich voordoen omdat ze het wel leuk vond, weet je wel. Ja. Nou, dat viel er behoorlijk zwaar, denk ik, dat je dat gezien hebt. Ja dat. En nou, ik moest even, maar dat is misschien... Ik zag een interview met Paul de Leeuw en Jan Smit. Dat is al heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja. Dat is 2008 of zo, geloof ik. En toch vond ik dat een heel leuk interview. Ja, Paul de Leeuw. Ja, ik vond het hartstikke leuk. En Jantje Smit vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Nou, ik had het idee, Jantje probeerde af en toe nog een serieuze vraag te stellen. Ja. En Paul de Leeuw, die maakte er geen van. Ja, het was hartstikke leuk. Ja. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Maar goed, dat is het verleden. Ja. En nu samen een lied, een duet gezongen. Krijg je dan toch de smaak weer te pakken, Wilma? Of zeg je, dit is gewoon eenmalig? Dit is wel eenmalig. Dat weet je 100%. Ja, dat weet ik 100%. Ja. Ja, dat meen ik echt. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, hè, dat dit het laatste is. Daarom vind je het ook leuk, omdat dit het laatste is. Ja. Het is te overzien. Er komt niet een heel komt een einde aan, weet je. Ze moet nou niet meer. Nee, we gaan nou gewoon leuke dingen doen. En die zegt ook tegen mij, nou, we gaan alleen maar de dingen doen die we leuk vinden. Zijn, ja. En verder, je moet niks. En we gaan overal samen naartoe. Dus dat is alweer een groot verschil, hè. Ja. Toch heb je wel altijd gezongen, volgens mij. Ook na je carrière en in de periodes. Ik heb wel dingetjes gedaan, wel. Ja. Maar net wat ons Hennie al zei, dat deed ik wel vaak voor een ander ook. Mij hoefde dat allemaal niet meer, maar dan zijn ze... overgehaald, als het ware, om dat te doen. Ja. Nou, dat stemden ze dan maar in toe. Maar eigenlijk deed het nog meer afbreuk aan wat ze gedaan had, dan dat het goed deed. Dan zeggen de mensen die herhalen dat, ja, maar toen heb je het ook wat geprobeerd. Ja, maar niet echt serieus op een manier zoals het voor de tijd ging. Nee. Dus ik bedoel, dan is het toch altijd minder. En je wordt altijd afgerekend op bijna het laatste wat je gedaan hebt, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar in haar geval was het bijna niet meer te overstijgen wat ze had gedaan. Nee. Ja. Dan zou ze nu net zo groot wezen als Tino Martin en weet ik allemaal wat, als ze dus weer zo groot had willen zijn. Als Smits, denk ik. Misschien wel groter. Ja, dat was toen echt. Ze hebben films gespeeld en alles. In Duitsland is het heel bekend geweest. Ja. Alle grote shows gezeten, Victoriani tot en met, noem maar op. Nou, in het begin keken wij daarnaar. Toen kwam ik ook op vakantie wel eens en dan zaten we naar die show. We mochten altijd naar muziekprogramma's kijken. Ja. Altijd. Ja. Dat was dus een ding, dat moesten wij als het ware moesten dat zien. Ja. En er gingen een paar jaar overheen, dan zaten ze er zelf in. Dus dat was heel apart. Ja. Ja.
Hey, nou, heb jij dat, die hele geschiedenis meegemaakt? De verhalen gehoord, gezien wat het met je zus doet? En dan duik je zelf ook die business in. Ja, want het is niet op die manier gegaan dat ik denk van ik wil die kant op omdat ik dat mee wil maken wat zij meegemaakt. Nee, hele andere intentie ook. Nee, maar ik hield van muziek. Ja. En in één keer kreeg ik het lef om toch wat te gaan doen. Maar de eerste keer dat ik meeging naar de studio, dat was met haar. En toen zei ze van, ik zong altijd wel op de gitaar, maar ik durfde me nooit te laten zien. Als iemand erbij zat, ging ik niet spelen of zingen. En toen zei ze van, nou, laat maar eens... hij wil graag een liedje zingen, wil helemaal niet zingen. Nee, ga maar, ga nou achter die microfoon. Dus jij hebt hem eigenlijk voor de microfoon gesleept, ja. En toen ging ik, kreeg ik een gitaar en dan ging ik het liedje van John Denver zingen. Hier, veel op mijn set, ja. Oh, mooi, ja, mooi. En ik zong dat, dan zegt die man, wat kun jij mooi zingen? Ik zeg, joh. En zei, ga een plaat met je maken. Ik denk, godverdomme, wat leuk, hè. Dan ben ik de Sjaak. Ja, ik denk, nou, dat wil ik best een keer mee. Oké, ja. Dat heb ik een liedje gezongen, Witte Duiven. En daar heb ik ingezongen en toen zaten we te wachten dat het uitkwam. Maar dat was bij Harry Knipschild, bij Polydor nog, zolang is dat geleden. En toen zaten we te wachten en ik hoor het liedje voor de radio en zing dat iemand anders. Ja, dat is toch te gek. Ja, echt waar. Ja, en ik denk, wat is dit dan? Nou, ik leerde gelijk de muziek weer kennen op een manier van, ik denk van, nou, dit is het. En ik werd zo kwaad. Maar het was jouw liedje. Ja. Nou, mijn liedje, het was niet van mij, maar het was het liedje wat ik ingezongen had. Ja. En ik werd zo kwaad, ik dacht, ja, maar nou laat ik er godverdomme niet bij zitten. En toen ben ik zelf tegenaan gegaan. En uit woede en uit frustratie ben ik eigenlijk op dat moment... Ik denk van ja, die man heeft gezegd, ik kan zingen, ik wil een plaat met me maken. En nood zegt hij, nee, ik doe het niet meer, maar dan laat ik het niet bij zitten. Ik denk van nou, ik smaak om te pakken. Maar toen heb ik dus in Enschede, nou bij Ekkelboom in het begin, eerste liedjes opgenomen. Maar zo is dat heel langzaam gekomen. Samen met Henk Bernhard, die nou behoorlijk ziek is. En dat zijn de eerste dingen mee begonnen. Ja. Heel langzaam kwam het verder. En het gekke was gewoon de eerste liedjes die ik schreef. Dus ja, ik schreef een liedje van Henk Wijngaard en voor andere mensen. Ze zeiden, ja, maar dat nemen ze toch niet op. Ik zei, maar geef het toch maar aan. En ik kan nu zeggen, een liedje wat? Dus ze gaan die liedjes opnemen. Van jou, ik denk, zie nou wat ik kan. Ja. Maar het is op zich wel grappig, want ik vroeg me, speel jij een instrument, Wilma? Beetje gitaar. Beetje gitaar. En ik denk dat jij hetzelfde zou zeggen als ik het jou zou. Ik speel een beetje gitaar. Ja, een beetje gitaar. Ja. En toch meer dan 1000 liedjes die gewoon circuleren. Hè? Die zijn uitgegeven, uitgebracht. Liedjes van jouw hand. Hoe werkt dat in het brein? Ik denk, je moet ergens toch akkoordjes. Hoe maak je liedjes? Dat weten we nog net. We weten nog net hoe je een paar akkoorden moet pakken om zeg maar onszelf te begeleiden. Ik denk dat ik virtuoos ben, maar ik heb wel liedjes gemaakt op de gitaar. Ja. En dan, op dat moment dat ik dat gedaan heb, ik ben klaar, want ik heb mezelf gitaar leren spelen. Op dat moment dat ik klaar ben en dan vraag je, we kunnen nog een keer, weet ik het niet meer. Nee. Ik heb een keer, de eerste gitaar wat ik had, die was vals. En die ging liedjes op spelen, er ging zo'n stem, maar toen kon ik het liedje niet meer. Ja, precies. Ja, erop ja. Maar ja, maar dat heb ik nou nog. Ik zeg, ik weet niet wat de akkoorden zijn. Ik pak alles zoals ik denk dat ik moet pakken en begin te spelen. Nou, meestal als ik een tekst heb, heb ik er ook een melodie bij. En tegenwoordig doe ik, zing het er alleen maar voor. Ja. Want de mensen die beter kunnen spelen als ik, die kunnen er veel mooie akkoordschema's onder zetten. Ja, dat zingt hij dan ook voor, hè, in de studio. Ja. Dat is zo indrukwekkend. Ja, dat ik denk van, jawel, Henny, dat is gewoon zo. Dat ik denk van, nou, dat hij dat dan voorzingt hoe ze moeten spelen. Ja, dat is ook een van de tekstregels uit Onze Liefde, hè? De duet dat jullie opgenomen hebben. Ja. Dat gaat een beetje over de liedjes die Henny zingt, die jou altijd iets verteld hebben. Ja, echt wel hoor. Wat hebben die liedjes jou verteld? Nou, ik had het sommige liedjes van hem, die had ik gewoon de hele dag erop staan. Dat mijn zoon... Noem ze een voorbeeld? Nou, de Vlinder en dat album dus. Dat ik, op een gegeven moment waren die bandjes waren gewoon weg. Die had mijn zoon gewoon verstopt. Die werd er gek van? Ja, die werd er gewoon stapel in het gek van. Nou draait hij zichzelf, zeg maar, op de tv. Maar vroeger vond hij dat natuurlijk 10 keer niks. Maar waarom draaide jij ze de hele dag? Nou, omdat er ook zoveel inhoud in zit. Noem eens iets van die inhoud. Nou, zoals de Vlinder. Dat liedje, dat raakt me nog steeds als ik het hoor. Wat is het in het liedje? Wat raakt je daarin? Nou, ook de emotie ook. En waarom het gaat en wat ik weet om wie het gaat. Ja, ja. En dat raakt mij, dat hij dat zo mooi heeft
beschreven ook. Je kent het verhaal achter ja, de zeker. Ja. Ja, want met alle liedjes, dan schrijft hij een liedje. En dan weet ik precies eigenlijk over wie het gaat. Ja? Ja. Zonder dat Henny dat je vertelt? Soms heeft. Wel. Ja. En soms dan geeft hij er ook wel een andere draai aan. Maar dat is ook zo, want de liedjes gaan natuurlijk over meerdere personen. Mm-hmm. Ja. Daar schrijft hij dus ook een liedje voor. De liedjes voor. Maar daar kan ik echt wel heel lang naar luisteren. Omdat en voor een andere, dat vervelendste ja, toe. Iedereen die maakt zijn eigen verhaal van de dingen wat je schrijft. Ja. Dat is heel erg mooi. Maar de waarheid waarom het geschreven is en waarom ik het geschreven heb, dat zit meestal toch wel dicht bij degene wie weet wie in de buurt zit. Ja, maar dat zijn dan allemaal echte levensverhalen, ja, zeg maar. Ja. En in die verhalen herkennen luisteraars zich ja. ook. Niet dat verhaal, maar die hebben een ja, vergelijkbaar ja, verhaal. Ja. Ja, dat is alleen maar mooi. Ja. En dat is met heel veel liedjes. Nou noem ik dus de vlinder en nu kan ik niet meer zo, zeg maar. Maar met al die, met het hele album, dus het stond de hele dag bij mij erop. Dus ja, dat is. Ga dus ook weer. Ga ook. Dan heb ik ook helemaal grijs gedraaid. Maar dan moet hij het wel zelf zingen natuurlijk, hè. Toch wel. Niet als het een ander zingt, nee. Hoef ik ook niet aan mijn familie op te sturen. Want die luisteren dat dan ook niet, alleen als Henny dat zingt. Ja. En wat is dat? Nou, meestal demo's wat hij inzingt voor een ander en dat hoor ik dat. Ja. En dan stuur ik dat gauw naar mijn familie, want die wachten daarop. Ja. Maar het feit dat je Henny wil horen en niet iemand anders. Ja, maar dat vind ik op een of andere manier ook veel beter klinken ook. Dan hoor ik het later van een andere zanger en dan denk ik... Het is het niet helemaal. Nee. Ik zeg niet wie natuurlijk, maar dan klinkt we noemen geen namen. Nee. Ja, maar meestal wordt dat dan wel in het bij een ander. Ja. Dat is heel apart. Hey, en toen bedacht jij, ik ga weer even terug naar Onze Liefde, toen bedacht jij, ik wil een liedje maken als een soort punt achter de carrière van Wilma. Ja. Ook een soort eerbetoon is het natuurlijk. Ja. En hoe dat gevoel is ontstaan. Waarom dat zo is dat het Onze Liefde is. De boodschap wat je daarmee probeert te vertellen, moet wel een verhaal hebben dat je begrijpt waarom dat zo komt. Nou, in het liedje zit het verhaal van waarom het Onze Liefde heet. Leg het eens uit in je eigen woorden. Nou, hoe wij met elkaar om zijn gegaan al die jaren heen, hebben we toch best wat meegemaakt. En dat zeg ik, we hebben gewonnen en verloren. Ja. Ook tegenover elkaar, we hebben veel ruzie gehad ook met elkaar. Maar ja, altijd weer, ja, zeker. Ja, veel ruzie gehad? Ja, op het moment gaat het even, man, alsjeblieft. Weg. En toch, als er iemand weer kwaad over had, dan kon ik dat weer niet hebben. En dat zit er ook in. En toch kan je kwaad worden over je horen. Dat zegt iets over onze liefde. Dat we dus, wij mogen wel ruzie met elkaar, maar een ander iemand liefde, anders moet daar buiten blijven. Ja, nee, dat is, we willen niet. Dat is mijn idee, hoe ik erover denk. En een ander hoeft dat niet. Als je zegt van, wil me dit en dan, iemand die geeft je gelijk, nou die kan je gelijk er niet meer mee opschieten. Die ander hoort te zeggen van, moet dat nou wel zo doen. En dat gebeurt alleen maar in de familie. Mijn moeder zei dat dan, of Reinie zei dat, zo moet je nou wel ruzie maken, wat heb je er nou aan? Als je dat tegen vreemden zegt, ja vind ik ook, en denk ik, man. Mm-hmm. Dat is heel apart, is dat. Ja. Maar zo is het wel. Ja. En dat is onze liefde, zo heet dat dan. Ja. Heb jij invloed gehad op de tekst van het liedje, of is het echt de tekst van Henny? Oh, dat is echt de tekst van Henny. Dus er zaten geen regels tussen waarvan jij zei van, nou jongen, dat heb je nou zo geschreven, maar dat zie ik toch een beetje anders. Als de ene tekst kan schrijven, dan is hij het wel. Dus ik hoorde ook vaak van iemand anders tekst en zo. Noem geen namen, maar dat is best wel erg, want dan denk ik van, jezus, wat een kut tekst is dat. Maar dat komt gewoon omdat je de teksten van ons Henny gewend bent. Dan vallen heel veel andere teksten in het niet. Dus als er dan één een liedje kan schrijven en een tekst schrijven, ja, dan is hij... Ja, dus dat heb je rustig aan hem overgelaten? Tuurlijk, ja. Natuurlijk. Ja. Wat raakt jou het meest in het liedje? Nou, het meeste dat het hem zo raakte, ook alles. Want daar sta ik soms wel eens versteld van, dat hij helemaal emotioneel kan raken. Maar dat weet je van hem, toch? Dat weet ik wel, maar ik begin dan te lachen van een zenuw eigenlijk. Ik lach altijd van een zenuw en dan zit ik hem aan te kijken van, hou je goed, wel? Zo. Want ik in een interview gisteren ook, had hij drie keer over aan toe dat hij echt heel emotioneel werd. En dan,
En dan moet ik wel daarom lachen. Het is heel gek dat ik het zeg, maar ik doe dat echt van een nerveusiteit gewoon. En hij heeft dat wel heel vaak. Ja, ik ben heel erg gewoon ondersteboven. En ik ken mezelf en ik schaam me bijna voor. Ik kan er niks aan doen. Ik kan ook heel erg kwaad worden. Heel, ik kan helemaal uit de bol vliegen. Ja, ik ben heel stom. Vijf minuten later ben ik het weer vergeten. Maar ik wil liefst geen trauma, maar ik leef zuiver op mijn gevoel. En heel veel mensen nemen me dat kwalijk. Maar ik ben 70 jaar ermee geworden, dus ik kan het niet meer veranderen. Ja, nee. Moet je niet gaan proberen. Nee. Ik leef puur op emotie. En dat is, ik kan me niet groter voordoen, ik voel me zoals ik me voel. Dit is wat het is. Ja, dit is wat het is, ja. Jij begrijpt dat wel. Ja. You see what you get. Ja, ja, ja. Ja. You see what you get. Ja. Maar jij bent iets misschien heb jij dat ook wel, maar jij uit dat wat minder dan misschien dan Henny. Jij bent wat gekalmeerder. Nou, ik weet niet goed hoe ik dat uit moet leggen. Misschien, als iemand faalt, dan ga ik ook lachen. Mm-hmm. Dat is denk ik een karakter. Jij bent gewoon sadistisch. En hoe harder dat die valt hoor, hadden dat ze moeten lachen. Maar daar hebben heel veel mensen hebben dat hoor. Dat is een hele filmpje van in ja, dat klopt. Kinderen ja. Die schommels tegen het gezicht gaan krijgen. Zo. Ik vind denk ik, oh wat erg. De anderen liggen helemaal slap. Ja, ze is er zo heen. Ja. Maar ook in de familie hoor. Dus ja, mijn moeder die viel ook altijd. Die viel overal over en dat heb ik trouwens ook. En als de eerste steen los zit, ik kom er langs, ik vlieg eroverheen. Ja. Mijn moeder had dat ook. En dan was mijn moeder viel, dat vond ik heel erg. We zijn... Ja, is wel erg. Nee, maar ik vind het wel grappig, want jij was dat meisje dat zonder enige schroom boven ergens op ging staan en ging zingen. In de bus en in de trein. Heel ongegeneerd eigenlijk. Hè? Ja. Dansen, zingen. Ja. En daar schaamde jij je voor. En als jij een beetje emotioneel wordt, dan begin jij van zeven. Ja, ja. Ja. Het is een beetje wonderlijk verdeeld. Ja, ja, ja. Ik denk wel dat het ook iets is waar menige psychiater denkt dat het voer is. Ja, ongetwijfeld. Ja. Gaan we hier niet proberen. Maar zeker zo. Hé, maar punt achter je carrière. Het lijkt me ook een beetje een raar gevoel. Ik zou denken, man, je bent nog... Je ligt echt nog niet tussen zes plankjes. Nee, maar dat... Maar je hebt nu al een punt gezet. Ja, nou, eindelijk is toch. Eindelijk. Ah, je had al heel lang geleden had je dat ja, gedaan, maar nu is het wat officiëler geworden. Ja. En nu kun je het misschien, het mooie de andere kant is als dit, dat het dan, het gevolg hiervan, is dat je nu uit kunt leggen wat hij al die tijd al gespeeld heeft. Maar anders was het helemaal in een oude doos verdwenen. En nu heb je nog, tenminste nog wat momenten zoals dit, om uit te leggen wat je dwars heeft gezeten en waarom je die beslissing hebt genomen, al lang geleden. Ja. Maar dit is eigenlijk een verlengstuk van wat je voor de tijd al besloten had. Ja. Alleen nu is het wat officiëler allemaal. En het is ook mooi dat de mensen, ook van haar te horen krijgen hoe het in elkaar zit. Ja. En dat doen onder andere jij, geeft haar die geleerd. Ja, nee, dat snap ik wel. Ik vroeg me dat wel af, Wilma. Dan ben je, maar ik hoor je dat zeggen. Dan ben je, dit gaat een beetje van de hak op de tak, dus misschien niet zo heel erg. Maar dan heb je grote roem gekend. En op een gegeven moment keldert dat. Nog een poging gedaan om terug te komen, nou niet helemaal meer dat niveau. Nee. En op een gegeven moment dan wordt het gewoon stil. Hè? Dan is het. Heb je in al die jaren dan, want ik hoor je ook een beetje zeggen, ik was het ook zat. Het was ook wel klaar met die muziekindustrie en met de ellende die het gebracht heeft. Maar nooit de kriebels gehad om het toch nog een keertje weer te proberen? Of heb je bij daar echt heel rustig in geweest al die jaren? Ja, volgens mij wel. Ja. Nee, het was goed zo. Ja. Ja, ik bedoel, dan was dat misschien wel boosheid over wat er mis is gegaan. Ja, oké. Okay. Je hoefde ze nou nog niet meer in die leeuwenkuil te hebben. Nee, precies. Er was te veel ellende. Ja. Ik heb daar eigenlijk te veel mee meegemaakt. Ja. Had jij met iemand anders een punt achter die carrière kunnen zetten dan met Henny? Nou, denk ik niet, nee. Stel nou dat dit... Ik zat even te kijken in de YouTube. Het is nu 2 weken staat die online, die YouTube-film. We kennen alle cijfers niet. Dat hou jij volgens mij heel strak in de gaten. Maar dit kan natuurlijk weer een gouden platina plaat, weet ik wel. Ja, ik hoop het, maar ik denk dat het helemaal storm loopt. Ik hoop het natuurlijk wel. Ja, maar 8 miljoen streams moet je hebben.
Dat is best wel veel. Dat is ja. veel. Ja, en als je dan het gewicht wat je eraan moet geven, als dat via het maatschappijtje is wat ik heb, dan is het, duurt het wel heel erg lang. Dus ik bedoel, dan heb je een grote maatschappij achter je staan, dan gaat dat toch wat sneller. Die kunnen wat meer promotionele activiteiten ontwikkelen. Dat is ook zo. Maar ja, nou, we hebben het nu al druk genoeg. Ja, maar dat is niet dat het zoveel gewicht komt. Ik heb je hoort nou kan van je dat wel bijbenen dan? Ja, voor de televisie te zitten bij noem maar koffiespullen, weet ik wel wat dat met jou allemaal heeft. Koffiespul, koffietijd. Ja, wat je allemaal hebt en zo. Ja, mogelijkheden heb je dan. Ja, maar die heb ik dus niet. Nee. Ik heb wel een plus te wie haar ontzettend haar best doet. Van de naam zich ook. Nel van Olm natuurlijk, okay. Ja, die doet heel erg haar best. En, maar die heeft toch niet die overredingskracht, dat ze kan zeggen van, als je voor een grote maatschappij werkt. Nee, snap ik wel. Maar ik vroeg het een klein beetje ook Wilma, omdat destijds toen jij een klein meisje was, heeft het succesje overrompeld. Ja. Dat had je natuurlijk nooit zien aankomen. Nee. En dat is bij dat soort dingen zo. Het kan maar zo overrompelend snel gaan. En dan zit je weer volop in... Ja, maar zo bij Gert Timmerman. En Gert Timmerman was hot. Ja. Die had twee grote hits in Duitsland. Ja, ja. Dus die had in Nederland hier ook behoorlijke bekendheid. Ja. Dus toen hij wat ging doen, kwam dat gelijk vooraan in de schijnwerper, op de schijnwerper staat, in de schijnwerper. Dus het is logisch dat het dan de mogelijkheden kreeg dat het wat zou worden, veel groter was. Ja. Begrijp je nu? Nee, snap ik in de concurrentie. Oh, God. Nou, het ei is gelegd. Ja. Onze liefde staat op de plaat en de video is er. Ja. Wat promotionele dingen. Ja, ik heb het tegen jou ook wel eens gezegd, misschien ook tegen je. Het is echt nooit mijn genre geweest, heel eerlijk gezegd. Nee. Maar ik vind het wel een heel prachtig liedje. Ja, dacht ik al. Ik vind het een prachtig liedje. Ja. Er zit zoveel emotie en laag in. Het komt ook wel door jouw stem hoor, Wilma. Ja. Ja. Alleen maar een hele mooie, breekbare, waar je de jaren in afhoort. En alles wat jullie samen hebben meegemaakt, dat hebben we lang allemaal niet verteld. Nee. Dat hoeft ook allemaal niet. Ik ben heel blij met het liedje. En ik ben ook heel trots dat we zo ver zijn gekomen al. Ja. Ik had het nooit verwacht ook. Nee. Denk ik, ten eerste krijg ik het er niet op, dat is toch gebeurd. Ja. Met jouw hulp. Dus ja. En Maarten de Groot natuurlijk ja, ook. Ja, ik ben hartstikke tevreden eigenlijk. Ja. Voor mij kan eigenlijk niks meer stuk. Ik hoorde dat in een interview van je, misschien is dat mooi om af te sluiten. Ik ben heel tevreden en dat is bijna gelukkig. Ja, ja. Zo is het. Ja, en ik nog niet helemaal, want ik wil graag hebben dat er nog wat meer streams weer opkomen, zodat het inderdaad een grotere plaats gaat krijgen, dit. En dat zeg je om... De centen. Nee, dat zeg je niet om de centen. Waarom zeg je het wel? Omdat dan de eergevoel van dat je wat gedaan hebt, dat er dan toch een goede afsluiting is. Een betere afsluiting. Ik vind het nog niet dat het... Ik vind dat het land... Nou, dan gaat het wel goed hoor. Maar landelijk moet het nog meer bekendheid krijgen. Ja. De climax is er nog niet. Nee, voor mij niet. Nee. Ik vind dat er nog... Brabant moet er weinig van gehoord. Nou, het westen wel, gelukkig. Ja. Nou, Oostje doet er helemaal niks aan. Oh, god. Jullie toevallig wel. Oh, nou. Ja, maar dat vind je heel vervelend. Ja, dat hoort ook eigenlijk niet. Want we komen hier uit Twente natuurlijk. Ja. Nou ja. Maar dat zeg je omdat je Wilma even in de schijnwerper. Ja, maar die is een groot artiest geweest, alsjeblieft, heb je het over. Ja. Helder. Ja. Dank jullie wel. Kan je kwijt worden erop? Graag gedaan. Heel lief dat je hier geweest bent. Ja, dank dat ik hier mocht zijn. Ja. Ja, meen je. Zoveel dingen niet uitgesproken. Maar ook net zo vaak te veel gezegd. Ik leerde ermee leven. Langzaam alles naast me neergelegd. Onze herinneringen in mijn leven gaan niet over goud of geld. En jouw gevoel en inspiratie, wat jij in jouw liedjes mij vertelt. Onze liefde door de jaren voelt als een hart vol met muziek. Hoe verschillen wij ook maar, daarom misschien wel zo uniek. Dat onze liefde door de jaren zoveel helpen zou. We hebben gewonnen en verloren, kan geen kwaad over je horen, want je
blijft een deel van mij en ik van jou. Hoor ik jouw stem van lang geleden, denk ik aan een nachtegaal. Ging maar tot daven naar beneden, mijn hart blijft muzikaal. Schillen wij ook waar, daarom misschien wel zo uniek, dat onze liefde door de jaren zoveel helpen zou. We hebben gewonnen en verloren, kan geen kwaad over je horen, want je blijft een deel van mij. Gewonnen en verloren, kan geen kwaad over je horen, want je blijft een deel van mij.